Er zijn van die discussies die altijd terugkomen. We noemen een onbeladen voorbeeld de Zwarte Pieten discussie. Nee, ja. Van die discussies waar kampen ontstaan. Nou, die kunnen eeuwig duren, want er is natuurlijk niemand die naar de ander luistert. In de meeste teams zijn er ook van die discussies die geen dialoog zijn, alleen maar het uitwisselen van standpunten, het betrekken van stellingen. Maar hoe kom je er dan vanaf? Nou, 3 open deuren. Vraag jezelf af, op welke feiten heb jij eigenlijk je mening gebaseerd? En wat is het verschil tussen feiten en meningen? Tip 2. Vraag ook aan de ander welke feiten, waar baseert hij zijn mening op? En de 3e. Luister goed en vraag door. Wat zijn de onderliggende feiten en wat zijn de belangen? Nou, dit weet je misschien al lang, maar doe het nou eens gewoon een tijdje en kijk wat het je oplevert. Deelnemers aan het Teamlab merken dat de gesprekken veel makkelijker gaan en discussies constructief gebruikt worden. Wij zijn Frank.